Rwanda wist trouwens dat Marieke. De rijders worden verzocht zich niet in de buurt finish van de 100 meter te gaan begeven, want de transponderlijnen gaan gewoon op tilt. En dat moeten we niet hebben, want dan kunnen we de snelste heer en dame niet noteren. Onderweg Nadine, Maaike en Laura. En Laura pakt hier de overwinning.